klassieke Uhler combiwagen. Van een hele bijzondere aanhanger van Siku in de schaal 1-32. En in deze productreview meer details voor deze bijzondere aanhanger. In de schaal 1-32 dus van Siku. Dat betekent dus standaard trekhaak die je kunt aankoppelen aan je tractoren. En helemaal een metalen body, gewoon lekker sterk, lekker stevig uitgevoerd. En de combinatie bestaat eigenlijk uit meerdere onderdelen wat je kunt zien. Dus ook gelijk het mooie, het bijzondere eraan, want je kunt hem naar eigen inzicht deze aanhanger opbouwen. Bestaat dus hier uit de aanhanger zelf, met een sterk metalen body, want eigenlijk wat ik hier nu nog heb is allemaal metaal. Met een lage opbouw, hoge opbouw en zelfs hier de bomen carrier. En wat kun je dus al mee? Ik zet eerst met deze 6 pennen deze opbouw erop. Moet je wel goed in omzetten natuurlijk. Klik je dus op. Heb je de mogelijkheid hier om met deze arm producten van de grond af op te tillen. Kun je ze op de grond brengen. Dus hier een knijpbak aan die open en dicht kan. Kun je zand mee knijpen, maar natuurlijk ook boomstammen mee laden. Zo blijft hij heel mooi. Omhoog staan ze kennen van Siku. Met zelfs hier een paar stelpoten. Want ja, als je het gewicht allemaal aan de zijkant hebt, kan die omvallen. Dan moet je stelpoten natuurlijk wel naar buiten gaan zetten. Die opbouw die hier nu op zit, kun je verhogen. Kijk, dan heb je een grotere kipper mogelijkheid. Want hij kan ook opkiepen achter het toe. Zie je, zo blijft hij ook mooi staan. Hij ging sneller dicht dan ik verdacht had. En zo pak je dus die opbouw er weer af. Want als je die eraf pakt, kun je deze erop klikken. En daarmee heb je in één keer een totaal andere aanhanger waarmee je dus op een boomstammen kunt gaan rijden. En op zo'n manier heeft Siku dus eigenlijk een hele mooie functionele aanhanger gemaakt. Met diverse mogelijkheden die je erop en eraf kunt klikken. Hup, die er weer af en die er weer op. In de schaal 1-32 past dus gewoon aan je bestaande tractoren voor Siku die je hebt in deze schaal. Verkrijgen we Tim's speelgoedboerderij en je kunt hem bestellen door de link te klikken die naast in beeld staat. Vandaag besteld, heb je morgen in huis. En nu meer details tenslotte op de draaishot.